Yo, welkom bij Geld op Geld. Aandelen zijn natuurlijk al een tijdje aan het zakken en er is gewoon een heel erg negatief sentiment op de beurs. Steeds meer mensen denken dat de beurs nog meer zal zakken. We krijgen steeds meer hele negatieve voorspellingen van een Michael Burry, van een Jeremy Grantham. Men heeft het over de Great Reset, men heeft het over enorme dalingen. En daar wil ik in dit filmpje even wat dieper op ingaan. Ik denk namelijk dat dat heel belangrijk is. Ik denk ook dat het weer een hele mooie gaat worden, dus laten we beginnen. De S&P 500 staat dit jaar ongeveer 18% in de min. Echt een flinke daling voor de S&P 500. En dat terwijl de S&P dit jaar zelfs lager stond. De S&P 500 stond in juni ongeveer 23,5% in de min. Is toen wat gaan stijgen en staat nu weer ongeveer 18% in de min. En dat is echt een flinke daling natuurlijk voor de S&P. Als we kijken naar de Nasdaq zien we zelfs een nog grotere daling. De Nasdaq staat nu 26,5% in de min. Als we kijken naar de Dow Jones dan valt het op zich nog wel mee met een daling van 14,4%. Nog steeds een enorme correctie, maar goed, bij de Dow Jones valt het dus in principe nog wel mee. We kunnen ook kijken naar een aantal losse aandelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar een Apple valt het ook reuze mee. Een daling van ongeveer 14,4% ook. Maar als we kijken naar een Microsoft, natuurlijk ook echt een gigant. Een daling van 23,5% voor Microsoft is natuurlijk ook echt een flinke daling. En ook zelfs Microsoft valt op zich mee, vergeleken met sommige andere aandelen, vergeleken met heel veel groeiaandelen. Als we bijvoorbeeld PayPal erbij pakken, ook een heel groot bedrijf. Nog steeds een bedrijf met een beurswaarde van meer dan $100 miljard. En dat terwijl PayPal dit jaar is gedaald met 53%. We kunnen ook kijken naar een Netflix. Een Netflix is dit jaar gedaald met 62%. Een aandeel als een Shopify dit jaar gedaald met gewoon bijna 78%. En zo kan ik nog veel meer aandelen bespreken. Dit jaar zijn gewoon heel veel aandelen, vooral heel veel groeiaandelen natuurlijk, enorm gedaald. De Fear and Greed Index staat weer op 4. Er is weer heel veel paniek. Een paar weken geleden heeft Michael Burry zo goed als al zijn posities gesloten. Michael Burry is natuurlijk bekend geworden vanwege de Big Short, omdat hij de kredietcrisis in 2007, 2008 zag aankomen. Daardoor heel veel geld heeft verdiend ook. En nu heeft vorige week Jeremy Grantham weer aangegeven dat we in een superbubbel zitten. Dat we in de final stages van die superbubbel zitten en dat die superbubbel binnenkort zal barsten. Hij heeft vorige week woensdag 31 augustus het volgende bekendgemaakt aan zijn cliënten eigenlijk. Ik zal er niet zo heel diep op ingaan. Je kan het misschien even pauzeren als je het zou willen doornemen. Op zich wel interessant wat hij allemaal aangeeft. En met de meeste dingen ben ik het zelf eigenlijk ook gewoon eens. Het is niet dat hij heel veel onzin vertelt of iets dergelijks. Nee, hij komt echt wel met goede feiten. Hij heeft gezegd dat er nu 4 superbubbels zijn geweest in de afgelopen 100 jaar. En dat we nu weer in een superbubbel zitten. En hij geeft eigenlijk aan dat er economisch gezien van alles verkeerd is. Omdat we bijvoorbeeld heel veel inflatie hebben. Hier heeft het over near-term problems. Hij heeft het over vooral food en energie. Dat zo hoog staat vanwege het Rusland-Oekraïne gebeuren. Hij heeft het over problemen in China. Hij geeft aan dat er nog steeds lockdowns zijn. Hij geeft aan dat de vastgoedmarkt in China gewoon op kantelen staat. Allerlei punten, een aantal lange termijn punten. En ik denk zelf dat een aantal van deze punten gewoon helemaal waar zijn. Kloppen, niks op aan te merken. Hij zegt dat we ons moeten voorbereiden op een epic finale. Hij zegt dat zowel housing, stocks en bonds overgewaardeerd zijn. Critically, historically overvalued. Hij zegt het volgende. Now we are seeing an inflation surge and rate shock as in the early 1970s as well. And to make matters worse, we have a commodity and energy surge, and these commodity shocks have always cast a long growth-suppressing shadow. Hij zegt dat er heel veel negatieve factoren zijn en hij geeft aan: If history repeats, the play will once again be a tragedy. We must hope this time for a minor one. Hij is dus heel erg negatief op de beurs. Hij zegt dat de beurs nog echt flink zal crashen. Dit jaar is hem dan ook eerder gevraagd wat hij verwacht dat de S&P 500 zal doen. En dit is wat hij heeft gezegd. Tell me what happens. The S&P 500 peaked at almost 4,800 points. Where does it bottom? The trend line, being slightly generous, is 2,500. And most of the great bubbles, the super bubbles, go below trend and stay there for quite a while. Oké, dat klinkt niet goed. Hij zegt dat de trendlijn van de S&P 500 ongeveer 2500 is. Nu zit de S&P 500 zo rond de 4000, begin van het jaar ongeveer 4800. En dat betekent vanaf de piek tot aan die 2500 een daling van bijna 50%. So we're talking about a decline of, certainly from the peak, of almost 50%. Almost 50%. And of course it declined very quickly 50% in 1929. It declined 50% in 3 years in 2000. And the housing market, which was another great American superbubble, went all the way back to trend in 3 years. Oké, dat klinkt niet goed. De beurs is al gedaald, maar hij zegt dat de beurs nog veel meer zou moeten dalen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn portfolio, betekent dat dat mijn portfolio bij zo'n daling ook echt flink geraakt zou worden. Wat moet ik dan? Moet ik dan nu verkopen? Laten we even luisteren naar wat hij daarover zegt. Jeremy, it's one thing to predict a collapse in stock prices. It's another altogether to tell investors they should sell. Should they? As I said a year ago, I think they'll do pretty well by selling. I'm sympathetic to how difficult it is to get out entirely out of equities. Oké, hij denkt dus dat mensen die nu verkopen het heel goed zullen doen. Laten we er even wat dieper op ingaan. Laten we eerst even beginnen met Jeremy Grantham. Wie Jeremy Grantham nou precies is. Hij is een long-term investment strategist. Hij heeft GMO mede opgericht. En het lijkt erop dat hij echt wel weet waar hij het over heeft. Hij investeert al heel lang. Niet voor niks dat hij zo bekend is, dat hij zoveel media-aandacht krijgt als hij het heeft over bubbels ook. Laten we even beginnen met zijn track record. Well, Jeremy Grantham has a pretty darn good track record as a bubble caller. He is, as you know, a value investing legend. He's been in the markets for 50 years and calling bubbles for almost as long. He called the great Japanese stock and real estate bubble back in the late 80s. He called the tech bust in 1999-2000, and he was onto the housing bubble here in the United States before the financial crisis of 2008. So his track record is awfully good. Oké, hij investeert al een jaar of 50. Zo lang investeer ik zeker nog niet. Hij heeft heel veel ervaring. Hij wordt gezien als een expert op het gebied van bubbels. Hij heeft al een aantal bubbels in het verleden goed voorspeld. En hij zegt dat we nu in een superbubbel zitten. Dat de beurs nog veel meer zal zakken. Dus misschien moet ik inderdaad ook mijn aandelen gaan verkopen om die enorme daling te voorkomen. Maar is dat wel zo? Nou, laten we nog een stapje dieper graven. Want hij heeft het niet altijd bij het juiste eind. Ik heb een artikel van januari 2010, toen Grantham ook waarschuwde voor een stokbubbel. Als ik even mijn hoofd weghaal. Jeremy Grantham, the investment guru, correctly predicted the 2009 market rally and now warns that a new bubble is forming. Een nieuwe bubbel in 2010. 2010 was achteraf zo'n mooi jaar om aandelen te kopen na die enorme crash. Sinds januari van 2010 is de beurs gewoon gestegen met bijna 260%. Een enorme bull market natuurlijk, een enorme stijging. Terwijl Jeremy Grantham toen zei dat er een bubbel aan het vormen was en dat je heel voorzichtig moest zijn. Vervolgens zei Jeremy Grantham in november van 2010... Have cash, wait for stocks to fall. In november van 2010. Hij zei het volgende. So we're being forced to choose between two overpriced assets. Don't play the game and hold money in cash. Hij zei dat je cash vast moest houden. Cash has what people don't appreciate fully and that is the optionality. De optie om bij te kunnen kopen bij dalingen. Toen stond de S&P 500 op 1220 punten en volgens hun was de fair value 900 punten. In november van 2010 stond de S&P 500 inderdaad rond die 1220 punten. En vervolgens is hij natuurlijk enorm gestegen, 220% gestegen van toen tot nu. En die 900 punten als fair value voor de S&P 500, die hebben we nooit meer gezien en die zullen we waarschijnlijk ook nooit meer zien. Vervolgens zei Jeremy Grantham in juni van 2011 het volgende. We are headed for a disaster of biblical proportions. Nou, we weten allemaal wat de S&P 500 vervolgens heeft gedaan. We kunnen ook kijken naar 2012, juni van 2012, toen Jeremy Grantham ook zei, aandelen goedkoop, nope, you're wrong. Ook toen waren aandelen volgens hem gewoon veel te hoog gewaardeerd. We kunnen ook kijken naar oktober van 2012, de mooiste, ik vind het echt de mooiste. Toen waarschuwde hij voor een gevaarlijke 2013, a dangerous year for stocks. Toen zei hij eigenlijk het volgende, I think next year will be a dangerous year. It is the first year after a presidential cycle. Oké. History is quite clear. There has been, on average, no money made in a year 1 and 2 after a presidential election, going back to 1932, after you adjust for inflation. Dus hij heeft bepaalde data gezocht, gecherrypicked. Hij keek naar electies tot 1932, inflatie meegerekend. En hij heeft eigenlijk gezegd, dat zijn gewoon hele slechte jaren voor de beurs. Dit was dus eind 2012 over 2013. Ik heb hier een overzicht van hoe de S&P 500 het ieder jaar heeft gedaan. Nu in 2022 gaat het natuurlijk niet goed, een daling van bijna 18%. In 2021 hadden we een heel goed jaar, een stijging van 26,89%. In 2020 een mooie stijging, in 2019 een mooie stijging. 2018 een daling van 6,24%. Laten we even kijken naar 2013, een stijging van 29,6%. Terwijl Jeremy Grantham aangaf dat 2013 een heel gevaarlijk jaar zou worden voor aandelen. Ja, ik verzin het ook niet. 2013 is gewoon een van de beste jaren ooit geweest. We moeten gewoon helemaal terug naar 1997, toen we een stijging hadden van 31%. Dat was een beter jaar. 2013 is de S&P 500 gewoon gestegen met 29,6%, terwijl Jeremy Grantham aangaf dat het een gevaarlijk jaar zou worden. Toen in 2013 gaven ze aan dat de S&P 500 75% overgewaardeerd was. In 2014 gaf hij aan, I am sure it will end badly. Nou, toch niet zo heel sure. Hij gaf eigenlijk een very specific call about when the bubble will burst. Hij gaf toen aan dat hij verwachtte dat dit in 2016 zou gebeuren, weer met een presidential election. Hij had weer een aantal argumenten en hij heeft altijd wel argumenten. En er zijn altijd argumenten, er zijn altijd redenen om je zorgen te maken. Hij heeft nu ook heel veel argumenten. Hij heeft heel veel dingen waar ik het zelf ook gewoon mee eens ben op dit moment. Maar we weten allemaal, in 2016 is de beurs niet flink gecrashed. In 2017 kwam het volgende. Jeremy Grantham predicted 2 previous bubbles. Klopt. En nou, the investor thinks stock valuations are high. En dat is een beetje het probleem. Hij heeft 2 bubbels goed voorspeld. Maar als hij om de paar maanden een bubbel voorspelt, hoe goed zijn die 2 voorspellingen wel niet? En dat is meteen ook hoe ik erover denk. Kijk, een gebroken klok geeft ook 2 keer per dag de juiste tijd aan. En dat is precies ook het geval bij Jeremy Grantham. Als je die crashes blijft voorspellen, heb je vroeg of laat natuurlijk gelijk. Want die crashes die horen erbij. Ik vind het dan ook echt onzin dat hij nu weer met zo'n superbubbel in het nieuws komt, in de media komt. Misschien heeft hij gelijk, misschien zitten we wel in een bubbel, misschien dat de beurs echt flink gaat zakken. Ik weet het niet, maar ik vind het onzin dat hij dan weer zoveel media-aandacht krijgt, dat dit soort mensen überhaupt veel media-aandacht krijgen. Want door hun negatieve mindset hebben dit soort mensen juist slechter gepresteerd. As a value investor as you know loves cheap stocks. He has been stuck to a strategy that really hasn't worked for about 12 years. And those who follow Jeremy Grantham's value investing advice since the financial crisis are way behind the rest of the market. And so that invites some skepticism as well. If Jeremy Grantham is such a sage, how has he been wrong for all these years? En dat hij al 12 jaar lang slechter presteert omdat hij zo negatief is, moet hij echt helemaal zelf weten. Maar wat ik het meest kwalijke vind, is dat er waarschijnlijk mensen zijn die door hem in 2010 hebben verkocht, in 2011 hebben verkocht, in 2012, 2013 enzovoort. En die door hem eigenlijk heel veel rendement zijn misgelopen. En dat is denk ik een kwalijke zaak. Kijk, ik weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. En wat ik nu ga zeggen klinkt altijd vreemd, maar ik denk dat ik weet dat ik niet weet wat er precies gaat gebeuren. En ik denk dat hij ook niet weet wat er precies gaat gebeuren. We weten gewoon niet wat er op de korte termijn gaat gebeuren. Gaat de beurs flink crashen of niet? Ik denk dat de meeste mensen die proberen daarop in te spelen, door emoties vaak juist de verkeerde beslissingen nemen. Kijk, ik weet ook dat de S&P 500 nog steeds relatief hoog gewaardeerd staat. Historisch gezien met die PE-ratio van ongeveer 20. Ik weet dat er heel veel problemen zijn wereldwijd. Rusland en Oekraïne, China en Taiwan. Hele hoge inflatie, hogere rentes, supply chain problemen, noem het maar op. Maar luisteren naar Jeremy Grantham ga ik in ieder geval niet doen. Ik blijf me gewoon aan mijn plan houden. Ik blijf investeren voor de lange termijn. Ik denk wel dat het goed is om je de risico's te beseffen. Want we zouden inderdaad een flinke crash kunnen krijgen. Om dan bijvoorbeeld wat meer cash achter de hand te houden. Prima, ik hou ook iets meer cash achter de hand dan ik misschien in het verleden heb gedaan. Om misschien een hedge te nemen op de een of andere manier met misschien een put optie. Ook helemaal prima. Maar door alles te verkopen of paniek te krijgen door mensen als Jeremy Grantham, ja, daardoor maken mensen denk ik juist de verkeerde beslissingen. Als je investeert voor de lange termijn heb je ook zoveel voordelen. De grootste voordeel is gewoon tijd, want over de lange termijn gaat de beurs gewoon omhoog. En als we zakken, kunnen we goedkoper bijkopen en dat blijf ik ook gewoon doen. En dan hoop ik natuurlijk weer dat het een leuk en interessant filmpje was. Klik nog even een like voor me, zou ik echt waarderen. Het is een vrij lang filmpje geworden, maar ik dacht dat het wel goed was om hier wat dieper op in te gaan. Ik denk zelf dat het een goed filmpje is geworden daardoor ook, dus laat me even in de comments weten wat je er zelf van vond ook. Ik denk namelijk dat het echt onzin is om te luisteren naar dit soort mensen. Mensen die 9 van de 10 keer geen gelijk hebben. En tuurlijk zullen deze mensen vroeg of laat ook gelijk hebben als ze maar blijven voorspellen. Ik denk ook echt dat op de lange termijn, gemiddeld genomen, optimisten het veel beter zullen doen op de beurs dan pessimisten. En dan zou ik weer zeggen, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer weer en laters.